Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 27 februari. Laat God je reisgids zijn. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. Toen Jezus op aarde liep, wist hij altijd het juiste te doen, omdat hij alleen deed wat hij zijn Vader zag doen. Met hem als onze Heer kunnen we erop vertrouwen dat hij ons elke dag op het juiste pad houdt. Psalm 48, vers 15 zegt dat God onze gids zal zijn, tot aan de dood toe. Hoe geweldig is het om te weten dat we een gids hebben die ons in het leven van de ene naar de andere bestemming brengt. Als mijn man Dave en ik een nieuwe plaats bezoeken, nemen we vaak een gids. Op een dag besloten we om zelf te gaan verkennen, maar we ontdekten snel dat dit een volstrekte verspilling van onze tijd was. We waren het grootste gedeelte van de dag verdwaald, wanhopig proberend om onze weg terug te vinden. Soms denk ik dat we het leven op dezelfde manier behandelen als de plaats die Dave en ik zelf wilden ontdekken. Het is altijd makkelijker om een ervaren gids te volgen dan om doelloos zelf rond te dwalen. In plaats van je eigen weg te gaan, doe hetgeen je jouw Vader ziet doen en laat hem je leiden. God is toegewijd om ons te willen leiden. Het is dus overduidelijk van belang dat wij volgen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil geen leven leiden als een toerist zonder gids. Doelloos mijn weg vervolgen. Alleen U kunt laten zien wat te doen en hoe te leven. Dus ik kies ervoor Uw dagelijkse leiding te volgen. In Jezus' naam, amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.